Is het Else regio Telt of Else regio Betelt? Hoe maakt de journalistiek omkeer bij dit kabinet? En hebben we naar dit rico en IJs nog wel een kabinet? De Frieske Wiken mijn Rule of the Fries. Vanuit de huiskeren van Friesland binnen. Dit werd Mean hoe is hij? Debutaire namens de ChristenUnie. Maar afreet die moet verortering en Sanne de echte hooligan. Matthijs de Vries, graag ja of nee. Ik begin de term elke regio telt net meer jaren. Ja. Hij had als journalist de typemachines op de redactie nog meemaken, maar is nu game recent En o oh ja, ik nog haatredacteur bij de oude kranten. Maarten Pennewaat, ik voor jou graag ja of nee. Dit kabinet is een gevaar voor de journalistiek. Ja. Zo, volmondig. Exinamme is Maten en eindigen het mij waard. Maar hij is niet van de linkse media. Hij is heel vaar. in de 20 in de Frieske Steert. en Maten goudswaard. Ik heb De regionale media binnen to links. Nee. Eigenlijk klopt het helemaal net wat Krek zei. Nee, ik vind dat wel wat mooi. Ik lees graag de layoutkranten. <laughs> dit weer en dit weer de Frieskwieken. Dit weer goed, mooi smellingenloon. Dat zei het Jan Riepstra, die het vreed oorski neemt. S sowieso is het gewoon hartstikke gezond om, uh, om elke dag uh, even je rondje te, te lopen. Frieslon krijgt een menu opslag. Het is net de vraag: of, het, maar weer. In de kolommen waar het mensen verbjusteren. Ze vinden dat ze net jet worden. Wij willen gewoon de informatie hebben waar we al tijden om vragen. Uh, wat gaat er nou precies gebeuren? Wat zijn de veiligheidszones? Wat mag er wel en wat mag er niet uh, als het hier uh, deze kant op komt? Want het is ons verslag onduidelijk. Zwangverzekerder De Friesland had, lekker als alle oren, grutten landelijke verzekerders, de zwartpremie van de basisverzekering bekendmaken. Als bij verzekerder Giets de premie Takalmie, mijn stand 10 euro de mannen omheig. Bij een eigen risico van 384 euro is de goedkeepste basisverzekering bij de Friesland. haast 149 euro de mannen. De BTW-vereniging voor kranten en tijdschriften, mat van tafel. Die oproep door, door haatredacteuren van de regionale door het kabinet. Totaal willekeurig, Ginny van de partijen WORLS eigenlijk. Alleen als de kind niet eens wilde, oeh wat dan. Genie, we hartstikke niet dat er dan op zal zijn. Ja. Ja. ja, dan wordt ja. het te duur. Dit weer de Aruna Frieske Wieken en Oernij uh, Jim Frieske Wieken. Tijdens de Vries, Deputier en ze Christen een Unie. Jomaja, Ga Hij nog wat horen waarvan je zegt, Dat had niet al de week in de besnijing houden. Ja, ik, ik vind het al wel uh, heel mooi dat de, de mitverkenning naar Amelo en de faamverbinding naar het Amelo. Wat, wat zeg ik met je dat, nou al onderbreken? Uh, ja. je, je praat er al weer op een manier dat de meesten Thuizen neb ik wat ja, Mirt. Ja, nee. ja. Wat is een mitverkenning? Dat is wel een mooie vraag. Want daar ja. uh, de dat het een heel soort hoor. wij willen heel graag als regio maar echt van het Amelo, want daar gaat het om ja. willen we weten van uh, wat is nou een bestendige vaarverbinding naar het eiland daar? Want we weten gewoon: de Brikberiet van Amelon zit onder druk. En dan moeten we mij de minister en mij drieken een uh, sluiten van we gaan een onderzoek wan, en dat is een heel formeel onderzoek. Dat nemen we dus een meer verkenning. Ja. Om te zien van ja, wat is nou het bestendig? Geen we mij ook bij de boord van Holwit naar Amelon of geven we in de tak van vanuit Verbert? En dat is dan natuurlijk wat het wordt, Maar er komt in elk geval een bakje voor. Ja, dat wiet totaal natuurlijk. En de minister had ik lang twijfelen van ja, zil ik dat dan wel, doen of zil ik het net wan? Uh, dus ja, dan hadden we heel veel Vaak naar Den Haag om te praten van Dorot No En hij had, uh, waar zit hij mee, Lewik of Juster? Ja, had had te besluiten van uh, ik docht toch. Ja. Uh, en dat is heel mooi, nice. Amelon. Amelon. is uh, heel begeerd hier, mooi. Baan de wat Haar van heel de Oude Kranten, wat wie uh, deze week uh, iets wat Jo in de besnijding houdt? Nou, los van de BTW. En ik denk dat die oude ja. korting uh, wel uh, begriepen is ja. uh, Maar <laughs> nu, uh, dat van, van de week uh, uh, wie ik bij het filmfestival ja. en de eveningsfilm Kne dat weer echt een uh, fantastische filmoer. Uh, uh, Jeugd in uh, Noord-Ierland die in de eigen taal uh, een uh, rap uh, duo begint met een gesjeesde muziekleraar. En het, ja, wat, wat er zo mooi aan wie, wie dat die uh, uh, jongeren echt vol slijm in hun eigen taal. En ik dacht, ja, wij gaan hier uh, geen Engelse bezetters of uh, uh, oor, uh, oor, uh, druk van Butenau. Daar je het wel regio telt. Ja, absoluut. Ja, regio ja Ja, en elke stem telt. En ik vond, ja, die film is echt de moeite van de chef. Ja. oké okay. ja. goeie ongeraad. Ja. Maarten Goudswaard, goudzwaar lid namens JA 21. Wat houdt jou deze week bezig? Nou, ik lees van, uh, vanmorgen in de krant een, een leuk artikel over een, een hegeleraar van Oxford. En um, uh, die zei van: uh, mocht het helemaal misgaan maar de mens kiet, toch, of uh, dat we totaal uh, allemaal iets maar wereldoorlog in zaten, dan stonden inktvissen om uh, de wereld oer te nemen. En Goed, dat, dat vond ik wel heel leuk om te jaren Dat het hele super. Ik vind het echt prachtige beesten op de Shin. Uh, en en op documentaires op de Shin. En die stonden helemaal klaar. Die kennen al jarenlang op lang op uh, Boeten uh, het wetterleven. En hij denkt dat ze daar in zijn om dat langer te doen. En dwarpen en steden om de wetter te bouwen. Dus de wie er heel leuk. Uh, hier een heel leuk artikel Dus je richt eigenlijk de vijf van de op. Ja, oh, ik ben eigenlijk wel Team Inktvissen. Altijd z'n is Ja. Ja. Oké, okay, dat is dat nu, Succes! Ja. Inksvissen, inksvissen. Inks vissen. We hier trouwens van u, beloven dat we tutoëren zoon. Ik zou het twa ja. wel ja. Joen hebben, volgens ja. mij. Ja. Ja. Uh, wij willen ja. graag maar dit programma wat, wat ik maar ook al praten. Het dus is soms wel een lastige kaart. Maar je nou ja, uh, do of jo in ook is. eens Voor het publiek, denk ik, heel vaak volop vol van. Maar waar besluit nog om, om jo? Het stuurt je We hebben een dikke vraag: maakt maatschappij hey, deze uitzending nou voor de val van het kabinet of nee, de val van het kabinet? <les> ja. We weten net wat er nu is gebeurd, maar het is dan net van. Wat natuurlijk is: um, het laatste nieuws is, is dat secretaris Nora Atjebaar opstapt, is, omdat ze ontevreden is over de wijze waarop het kabinet praat, hoe de rellen in Amsterdam. Betrokkenen houden mogelijk rekening met het einde van het kabinet. S'avonds uh, uh, schaten sk media intussen al, al melden. Uh, verbaast dit die dan, Dat de staatssecretaris is opstapt. Nou, bijvoorbeeld. Uh, ja, dat verbaast me. Nou ja, het, NSC is nogal een grillige partij, vind ik. Als je naar de de weekend. Uh, de vorige staatssecretaris die, die weer opstapt. Terwijl ik denk: van ja, wie dat nou echt nodig ja, wil, dus die qua ambitie uh, pittig uit de hoek. Maar hij had achternaar om onderdelen zien: onderdelenportefaaien, bleedjongen. Um, dus ja, wat dat ook zit ik er net heel erg fantasie in. Maar uh, wie maakt eerst denk ik nog maar even. Jere, wat nou echt de exacte onderleiding is, voordat we die conclusies loeken? Ja, dat is nog net helemaal duidelijk. Nou, Toch? Ja, als er of de, of de, sprake de, is van racisme in de ministerie, dan, uh, dan ben ik we wel een grenzoer die uh, liever net matten we hebben nee. nee, verbaast het uh, die ik dat, uh, dat er racisme is in dat kabinet? Ja. Uh, als nee, dat zo is? Nee, als dat zo, nee, is. Als dat zo is, dan... Een, nee, dan kun je... Als je het hele debat van de agronomieke... De, de naisleep van Amsterdam... Dan, uh, nee. Dan worden de termen broekt. Uh, nou, daar scham je je niet voor. Wat ja. de termen? Nou, ja, echt... Of er worden uh, complete groepen uh, uh, Nederlanders... Hè, Marokkaanse Nederlanders... Die worden wijzet als uh, problematisch. En dat kan best een probleem zijn... Maar een deel van die groep... Maar om te generaliseren... Ja, dat eindigt vaak in... Uh, uh, ja, kwalijke bewoordingen als racisme. En ik hou ja, echt dingen die je hebt dat ik denk: van uh, doch, dit nou net. Uh, maar, ja. maar je keer in kant ik als je maar PV in het kabinet gaat, nou, is racisme dan. Hier, dat maar wie, wat wie helemaal. een keer PvV toch Het toch de staatssecretaris opstapt vanwege een uitspraak van uh, minister Heijnen? Ja, nou ja, dat van is van de, de VVD, ja, nee. maar dat natuurlijk oh, ja, dat dat ja. echt, zij is Echt, oh echt. dat lijkt Het nou wat ja. lekker ja. dat het term geert, ja. maar ja. als je het zo wel heel jammer werd dat een kabinet zo vallen, omdat we net precies weten hoe Grut die groep. Uh, Islamitische jongeren in Den Haag binnen die Onder het ruil binnen. Ze zeggen, nou, het is een grote groep. Nee, het is toch net zo'n grote groep. Ja, maar dit vind ik de vier in, Dus dan stop ik hem maar. Jouw de ambitie, ambitie de oespan van, van uh, dit hele dossier, zo? jongen. Is dat zo? Nou ja, sje, wij weten eigenlijk op dit moment alleen nog maar via live blogs en wat informatie ja. van wat er mogelijk aan de hoorn is. Dus ja, uh, daarop erin dat ik gewoon net. Uh, het zo, volgens mij. Um, Net goed werken, voor ons, in ieder geval als bestuurder van Friesland. als het kabinet nou valt. Want dan krijgen we op een nij een demissionair kabinet. dan kennen we werken hier niks. Uh, dus de um, um, kist heel wat vrienden van het kabinet. Uh, politiek, joh, sure, maar bestuurlijk. Um, ja, uh, is dat, uh, is dat uh, toch wel een zwarte ja. uh, Dat het za. Nou ja, toch wel elke week op een mogelijk oude crisis is. Ja. Ja. Maarten wat je, je bent de haatreducteur van de Liaute Kranten. We beginnen over het onderwerp BTW-verheging. Mandi uh, Kameo, maar je een brief mm -hmm. bij alle haatreducteuren van de regionale kranten. Uh, een oproep om de te, artisan te van die BTW-verheging op Onder andere Kranten. Uh, is er eventjes een oer? Uh, hij is waarschijnlijk van de baan, maar is er even een oer die verheging van joggen naar 20%? Waarom is dat eigenlijk zo slim van jullie als kranten? Omdat wij, uh, nou, dat is een, een uh, Grutte prijsverhoging en uh, wij zitten in een tak van sporten die, uh, die het net makkelijk had. Uh, de regionale journalistiek die stiert onder druk, uh, uh, toch kostenverheging, distributie is echt uh, verschrikkelijk duur worden. Uh, de, de leren binnen een uh, fors om, omheen gaan. Wij hadden uh, en keren om uh, journalisten, uh, in, uh, eh, voldoende journalisten op pad te sturen naar nou, de dingen waar wij over willen schuwen. Um, en had daar nou echt nog een uh, flinke, uh, ja, bats, uh, een, een prijsverhoging van 10 uh, op opkomt dan ja dan, dan wordt het uh, alleen nog maar moeilijker ja maar die vereniging is simpel waar je dat elke krant of elke abonnee uh, 10% procent meer betalingen als wij het alleen hier terugbreken zoenen en dat wollen we vanzelfs net nee. maar dat is wel uh, ja, between de rock and a hard place is het uh, ja het, we het zelf of uh, uh, verheugen we de prijzen ja dat dat is uh, een uh, verschrikkelijk dilemma dus ik hoop je dat dat uh, ja als het kabinet bluwt, dan zoet van de baan werzen waarschijnlijk ja. als het kabinet valt ja dan weet ik het echt net dus, nee en er, uh, in het Nijs nice dat de BTW-geweging op sport, theaters, musea, boeken uh, van Tafelgit. Dus jou hier juist er feest op de redactie? Of ik hier had de, dan de, dan de op... slingers ophangen en we ja? dwaanden bij de Polonaise. En toen toe kwam het uh, berocht dat het toch net heel en al uh, uh, zeker is. Keren, dus, uh, daar. Uh, dat het nog net helemaal zeker ja, Dat is vrij technisch, nou, maar... Ja, nou, ik, ik, ik vind eigenlijk dat uh, de Tweede Kamer de troefkaart uit handen uh, jaan had. Want ze hadden eerst de minister wel z'n vier kregen. Dat is zei het, oké, okay, ik uh, wil de naar Shien. En daarna, uh, daarna had ze zijn: oké, okay, dan stemmen wij nou in maar het Grutter. Het, uh, belastingpakket, want daar is het een een uh, wichtig voor u's, maar maar een lieds uh, paard van. Het gaat om jouw 30 miljard in totaal, dus dat is uh, voor het kabinet ik echt wichtig, wichtig dat dat net uh, uh, wijstimt wordt, benammen in de eerste keer um, Maar nou had uh, de minister wel een tastzin uh, dienen. dienen en hij had zijn, oké, okay, ik man uh, een man en wut en wordt. Uh, vrij vertaald, uh, maar het is net een belofte zwart op wit en uh, ja uh, de een mooie citaten over politici uh, het eerste wat ze uh, verjitten is, uh, is hun geheugen. Uh, ik zocht even naar die. Uh, ja, <tiedert> <ben> <laughs> ja, ik ben een bestuurder, ik ben politici. <tiedert> maar <tiedert> maar <tiedert> het is makkelijk onderreuse. Ja, ja, <tiedert> ja, ik, 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 ik weet ja, niet wat er op doel. Ja, dan mag er ook even vertellen wat het is. Nee, maar er zijn tal van precies, er zijn een soort. Uh, citaten, oer, politici dat, uh, nou ja, Geen actieve het, herinnering uh, aan. En precies. Maar het, het zit toch een beetje in de ears cost, dan maak je ja, hetzelfde keer ja. wijzen dat. Uh, zou nou zou in de vereniging komt er net. Nee, en dan mag het nog. Uh, Ze uh, maakt wel een enorme van 300 miljard euro nog zin te vinden. Dat wie ik al uh, het, het doel van uh, uh, de oppositie uh, in de in de Waar en die ha Hans Veilbrief op paard stuurt. Van deze nou. Die had van alles bezocht en die koe nergens een, een meerderheid verkregen. Diezelfde Veilbrief, die zei trouwens: van... dit uh dan. Om die bezuiniging van 3,3 miljard pa pakken, namelijk. Nou, hotels en logies, dat bleef de blu-te-belegging. Mm -hmm. ja. Dus, nou, is toch 1,3 miljard. En die velbrieven, die hadden we kunnen, ik, dan troplessing op e-sigaretten, hege op tabak, suiker, joder, ja. maar met ja. dit kabinet ja. suiker eten, dus, uh, en fretten en roken. Dus eigenlijk belangrijker no. dan uh, <laughs> de verheging op kranten en boeken. M mijn partij is tot wel reëel re om de, de accijns op, op roken uh, te, te verhegen. Dat is trouwens de meest effectieve manier om meestal van het te krijgen. Ja. Dus dus ik, ik, dat is ja, desondanks, wij was ja. En ja. En jij ik het uh, zin de verreging van Jorgen naar je uh, Ja, absoluut, absoluut. Ik vond een heel slechte maatregel van, van het kabinet, mijn partij. Ook. Uh, en wij gaan uh, gearwerken, de Riemar CDA en D66. Dus ik ben blij dat, dat Safi komt. Ik eet het echt nog jong voor, voor de hotels en dergelijke. Mm. Uiteindelijk denk ik, daar is totaal naar in. BTW-niveau van bijvoorbeeld uh, 14%, maar dat is Europees daar we net de kind. Maar dus is, denk ik, uh, naar één per daar stage je dat, dat is voor u al een stick-good keeper als je het voerbaar hiet. Uh, uh, achter de schermen ben je uh, al je beter maar al denk ik. Maar werken maar je dan op kranten of boeken of musea meer btw betal je dan bijvoorbeeld op uh, sigaretten of wat dan ook? Nee, ik ben er mee je. Dus. Okay. Ik, ik vind dat sowieso net uh, dat dat maast op cultuur, sporten. Dat is dat is maar uitzien. Dat is dat is een absurd yeah. idee. Maar dat vind ik trouwens echt. van de, de uh, halvering van uh, van eigen risico. Dat vind ik een heel slecht idee. Ik denk dat eigen risico de gewoon... Bleumad, want daar krijg je een hele hoop ellende van. Dat werkt het verheging Dus wij zullen nu ja. aan nog meer zwaar kosten draaien. En bij mij is het eigenlijk heel nodig. Ziekenwijs is er eigen keus. Nee, dat zeg ik niet. Nee, dat is juist hm. een kwart door de bocht. Maar het werkt het wel drempelverhegend, uh, uh, dat, dat eigen risico. En dat daarom ja. is het zo wichtig dat dat er gewoon bloot. En als dat Fort in dan ga ik Fascate, leraar en Hasel der Zit je een TANA machine in zwart kost, Dan heb je ook meer personeel nodig en dat personeel is er echt net. Niet. Een dus het is heel kwaadzichtig van de PVV-West, vind ik persoonlijk. Ik vind dat ze prachtige ideeën hebben op het gebied van migratie, maar op het merk van, van, van de zorgverzekering en dergelijke, ja, daar haast ze het plank wel mislaan. Oké, okay, je had mooie eigen politieke agenda alleen met een bot komen. Ik heb naar de BTW-verheging. Um, uh, uh, die 10% verhoging, hoe slim zou het nou voor een wijzen? Is dit dan echt, is dit, is je tak om het Is een nou, juedid... nee, dat een mooi even? Nee, zou slim zijn. Slimmers. Nou, ik vind, nee? nee, gelukkig net. Maar het, nee. uh, wat ik zei: het, het, het kost uh, extra moeite om uh, uh, die kosten uh, uh, of weer om te verzinnen of uh, terug te brekken. En wij hebben echt een. een, een uh, in onze, uh, onze kranten hadden we een heel trouw uh, lezerspubliek. Ja. Uh, de, de papieren kranten, maar het is echt een grote object om uh, een nijpubliek, een jonger publiek te vinden online. En de, het is net voor niks dat de, in Nederland de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid, de WRR, die had een paar weken verliezen een rapport uitgebracht, waarin ze onomwonden zezen, jongens, de regionale en lokale media die Faai uh, die matten stiepen willen. Dus toch dat. Nou, dan is. Waarom is dat zo belangrijk? Het, omdat uh, ja de vaakhond uh, van de democratie, Just. maar in elk geval hè, het, uh, het, het, het aanwezig uh, wezen bij uh, de dingen die in de, in de gemeente, in de provincie. Uh, ja, maar ja, daar een onafhankelijke uh, journalisten daar CNN uh, en die matten daar Uniting en. En, en je maar dit kabinet ik zwaar genoeg? Nou, net dat ze het actief uh, uh, saboteren, dat echt we net, dus steeds in het haatliedenakkoord Stiedek dat de, dat. Uh, uh, de media van belang minder, journalistiek wichtig is, maar we kennen eigenlijk de uitspraak van Wilders had, uh, De journalisten uitzondering en dagen later zijn tuig. Uh, daar had hij neer van waarom naam. Dus dat dat, dat net een, een groot uh, uh, vertrouwen in, in nee. het kabinet, als, als het er nog is. Nee, want op maatengouds gaat zit natuurlijk volledig op in lijn, maar PVV, is dezelfde partij. Nee, 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 nee. Zij zijn sociaal-economisch verschrikkelijk links. En de heer Leeuwen, wij van jij ja, in 20 totaal tien. Oké, okay, maar je, je de, zat je maar, maar op, op het merk van migratie. Uh, nee, maar op het gebied van de logistiek dan? Regionale kranten ja. en om Wat was het bestemd, mag, Absoluut. Ja, absoluut. Ja, dat maakt net op bestemd werk. Nee, dat maakt niet op bezuinig, uh, nee, mag het niet op bezuinig. Het is tien dat er een regionale stem, en een regionaal En dat draagt ik bij, aan, dus regionale identiteit. Uh, en dat is tien gewichtig. Ik Friesland. Dus uh, ik hoop echt weer als jong wat het uit Fries Duiblet is bad. Nou, dat is nou gelukkig dan een constructievervoer dat die meer of meer nog uh, om, omheen uh, bleeuwen. Maar um, ik vind het tegenwichtig dat er regionale kranten bleeuwen. Ja. Ben je nou benijd dat die BTV-vereniging misschien vond die toch nog komt of iets van? Uh... Uh, ja, ja, ik ben er wel benauwd voor. Ja, ik denk wat denk hoe de PVV dan uh, mijn uh, uh, buurman hier. Uh, en de, de, de BBB is echt net uh, uh, nou, vies van wat populisme. Dus ik, ik, ben, ik ben bang dat ze denken van nou, als het uh, ergens als uh, net vine, uh, net ergens, was, nou dan uh, dochten we dit alsnog. Hm. Oké. Okay. Ja. Het is tijd voor. Een pak Elke week bepraten we het nieuws van uw app en uw website omerviesland.nl. Uh, we beginnen mooi. gaswinning in Tenaat. Dat kan net veilig plakvinden. Dermsoo-minister Hermans van Klimaat en Groene Groei de omvraag van de Nederlandse aardolie maatschappij uh, Matthijs de Vries is dat een uh, goede zaak? Dat er uh, zo, nou ja, mogelijk dus net wordt er. Dat is een hele goede zaak en uh, daar uh, <coughs> stemmen wij ook voor ook als college. Uh, maar volgens mij uh, echt groot gedeelte in provinciale steden. Maar uh, we gewoon een zorg uh, gaan gewoon grote zwarg voor gaswinning. Daar winnen wij poeren op En uh, dus uh, dit helpt dus in, uh, in hopelijk een, uh, een goede keuze van u te Driek ja. om dit net te doen. Nee, want dat had waarschijnlijk toch consequenties als ze daar boren voor de Baimdelgang. Dus is het net boren of ja. is het zo van nou domt er maar wel. Nou. Ja, we kijken voorlopig op de lijnnet van van, van Gaza, nee. maar als er echt een gevaar is van de omwinden, dan maakt het natuurlijk net waar. Uh, en dan nou is het was dat, lezen altijd Sanne de Merz ont GroenSlag, de milieueffectrapportages. Mm -hmm. uh, en dermas had altijd goed naar zien, wat komt er uit die rapportages waar en het dat bleek dat het gewoon net veilig is van de van dan maakt het natuurlijk net waar, maar het feit bleek wel dat Nederland het veilig kind dat we echt nog wat te pompen en gas met, toerus dan ben je wel onafhankelijk van al je de werd soms wat dubieuze regimes uh, ondervoersten ja ja, I ja toch als oh, oh, je ja. Ja, vanuit uh, we hadden eigenlijk een heel mooi waadgebied, daar benen we al jaren heel trots op dat uh, is unesco Rood erfgoed. En mm -hmm. um, gaswinning onder de Waardzee bij Ten Aert, dat klinkt gewoon absoluut net. Dat, dat weet iedereen. Uh, we hadden daar een Grutel op En ik vind Ekvaar ek dus inwenners daar. Maar vaar het uh, prachtige mooie watergebied, daar van Francese, dat Mathew gewoon net wan. Is gewoon net, net handig. Ja. Is net verstandig. Mogelijk kunnen het op oren plakken, wolfveilig. Maar uh, wat u zo onbelangrijk, net in Friesland. Gaat zaten Ja, nee, ik heet, ik heet ook hoe de Noordzee. Okay. Okay. Ja. Bij de meeste zwaarverzekerers betalen ze in 2024 uh, 814 euro de manne meer. De meeste zwaarverzekerers gaan deze week de nieuwe premies bekendmaken. Uh, nou, haar soortstemmers, wie hier net die gekregen stemt om de PVV omdat die de verzwaring is dat uh, de legere ziektekosten komen zoen, We dat legere risico in elk geval ja, ja. uh, Hoe kan dat toch dat dat dan dus net baat en dat die uh, ziektekosten maar, maar heger worden? Elke keer weer. Ja, dat is een heel complex vraag, wet, 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 meest ging wet, wet, heel wet, dagelijks mee bezig binnen uh, de... Dus de zwaar wordt steeds duurder, waar ken ik steeds meer behandeling om bieren. Maar dat Bissaf zoveel onderdeel, omdat zo is van het heel erg uit de klauw. Bijvoorbeeld dat het gaat om de administratieve regeldruk, bijvoorbeeld bij zorgmedewerkers, waarschijnlijk schirma's. Maar het is een keus van het kabinet om daar net jilti in te stekken om zodanig de ziektekostenpremies en eigen risico te verregen. Dus dat is eigenlijk een keus. Ja, het is een keus. Maar als we juist naar de marktwerking, hmm. uh, dus juist naar de, de zorguitgaven, dat, dat stijgt hier naar hier naar hier. Dus dat op een gegeven moment, dan, dan, dan is dat net met de betaling. Dus waar er de matten ergens keuzes maken worden en dat is gewoon een politiek heel dreig vraagstuk. Zeg van ja hoeveel medicijnen wordt er nog vergoorden? Uh, hoe, 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 uh, 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 wat voor trajecten wordt er nog bieren? En ik was juist nou medische specialisten die zit nou in maatschappen. Ja, de kist ik zei ze van mattie net meesten net gewoon eens een keer in lingschiest bij de ziekenhuizen zelf. Oké, daar is nog een argon te Daar is nog een argon te Ja. Maar ja, dat is een beetje Wil controversiële wat ik nog steeds. Ja. ja, zeker. Ja, ja. ik ben toen christen, een idee is dit. Nou nah, ja, we gaan troch. Oh, Dat oh, ja, ja. is ja. nou jammer. <laughs> 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 Helemaal wat hoor. Hij is met regio-sokfestival, ik zoon. <laughs> nee. Nee? 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 Nou, ik heb dit schoen. Maat en niet. maten? Nee. Nou, ik even het hichtepunt van ja, jou. Mutslof, nou, jas, acht, wagen, die ja dat is natuurlijk het, het is het regionale songfestival elke provincie maar een lied iets toeren en daar komt dan een winnaar uit ik nog van doet dat wie dit nummer uit de uh, Rijnmond provincie waar net oh maar een lied even van dit deze uitvoering ja, gaan met die banaan. Muts op jas aan ik dacht het heel goed bij carnaval denk ik ja, ja? ja, ja, ja. Hier, mogelijk ja. We een voetbalstadion maar dan stopt het denk ik wel <laughs> <Nee>. <laughs> Friesland krijgt sowieso de nijen munitie opslag van de feestje. Het is alleen nog nog eventjes de vraag wer. Uh, in de buurt van Lemmerbandegeer of Columbusweg uh, uh, is dat een, een, een goede zaak, zaak. dat Friesland een munitieopslag krijgt. Ach, nou, dat Friesland het krijgt, dat uh, zal, ik, zal ik net zeggen dat dat meteen een goede zaak is, maar dat het nederig is hm. in het docht van de de in de vloer. Ja, dat dat daar kunnen we net omheen. Dus uh, en. Uh, ja, we hadden van de weekend natuurlijk de uh, bijeenkomst in Münnke Zeil en uh, de meesten in Bantica die uh, een botsen uh, zware maar, maken. Ja, ja um, het ja, logisch. Nee. <laughs> als, 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 uh, als we hadden nou, ze in dat het dan zullen we echt de, de meesten uh, op de dik houden. Uh, ja, ik denk dat Defensie echt wel wat te leren in omgang of communicatie. Ja, ik zal... het. Het grootste Ja, communiceren, maar beter. Ja, als ik succes is, die informatie sessies. Ja, wat weet ik ook alweer, bij de flingbasis. En eventueel asielopvang, daar. Ja, dat En de komst van F-34 en de Dat is dat. Ja, dan denk ik qua communicatie, jongens, meesten van Defensie, dat keer wel wat beter. Ja, ben je in de voor? 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 De vraag is Den Haag. Deze weken zijn er in Amsterdam akelige dingen gebeurd. En in oorleiding daarvan wordt er nou in Den Haag gepraat om meesken, die had twee paspoorten, twee nationaliteiten, hadden. in sommige gevallen de Nederlandse nationaliteit aan te nemen. Wat vinden jou daarvan? Elke week kregen we een Fries uit Den Haag om u zijn vraag te stellen. Deze weekend wie dat dus uh, Senator Tieneke Uzie gaat van de eerste keer in fractie van De Christen Unie. Sroens um, is het dus misschien een typische vraag van Goudsvaart, maar ik stel hem toch eerst op Matthijs. Ja, he, daar, ja ik kies aan verwachting. Ja, oh, ja, ja dat, uh, dat bleef een ingewikkelde discussie. Oh. Uh, als bestuurder van Friesland hou ik aan ah, dat er helemaal niks voor te zezen. Nee. Uh, maar persoonlijk denk ik wel van ja, uh, wat, is de, wat is de meerwaarde om dat doen? Uh, ik zal het eigenlijk wel breder, de discussie die ik deze week een had. Dat staan op plakfilm uh, had. Ja, dat dit net de goede kant uit, wat mij onbelangrijk We moeten de volle meer van. Kan een Nederlands paspoort aannemen dan? Nee. 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 Ik, ik, ik zou eigenlijk nee, net nee, weten wat, wat, wat helpend nee. daarin is. Goudsvaart ja? Ja, ja, ja. ja, natuurlijk. Ja, ja dat is allemaal ja, in ja. ja. je uh, uh, Trams zijn in een fiks tekken. Uh, uh, Meisjes kunnen achtervolgen, hysterische horen. Vrees van wat is die, mag die paspoort in? Ja, dat, dat, is, dat is zo, zo ziekelijk gedrag. Je mag geen fouten maken. Uh, nou, de mooie de denk ik, woont u een goed gesprek. Dan was het net samen boeken. Vrees ik, neem die paspoort aan. Dat had een heel proces onder de Groenstag gelezen en dan was het binnen. De, ...ruchtstakelijke uh, grenzen die zelf uh, mm. die maar die natuurlijk bewaken. Maar het is wel een optie die zeker uh, net direct uh, in, uh, in de vriezer zetten. Mag. Maar de redenatie is dan dat als je iets net goed doet, wat net mooi, bijvoorbeeld de remmende fecht stikken, dan is het een optie om je paspoort uit te Nee, dat zoek ik nog steeds. Vierste <laughs> voorbare vinden. Het goed, okay. Ik zoek dan echt. zin van mensen die structureel uh, uh, misdroom plegen en die structureel steeds van ik wil net delietmautie van deze maatschappij. Ja, dan kan best wel eens een keer een moment komen. Dat ze van nou, oh, als die zakken dragen en bloost. Ja, misschien mag wie dan die paspoort maar aannemen. Ja, Matthijs de Vries is dat een goede zaak. Dan maar als ze er net gedragen, structureel, dan maar paspoort aannemen. Ja, maar dat, dan, dan mag het eigenlijk, dus ik een gewoon een inwoner van Nederland, maar één paspoort, maar Ja, De best frequent uh, de boel aan het verstieren, dan dan ik maar voort. Ja, nee, dan, het is ja, totaal nee, geen oplossing. Ja, nee. nee, dus als Matthijs de Vries een uh, structureel elke week een tram in de fixtek, maar hij zie je paspoort dan ik aan en bij madrid hinnen Dat weet ik net. Uit friesland En nee, dan ja, met maar... had ik geen twaalf paspoorten. Nee. Dat is een beetje appel Nee, dat was zo makkelijk. dit. Ja. Oh, wat lekker makkelijk. Ja, mutie safe spelen. Nee, er is iets serieus misje in dit land. Hmm. En uh, dat is uh, al uh, sinds uh, 9-11, is dat de oorn En het is te dus denken van wie binnen, wie haar voortgang maken. Maar eigenlijk, als juist, er is nog een conflict daar, maar Israël, Palestina en maar uh, we zijn eigenlijk gewoon helemaal in een stap vier hm. sinds die tijd. en dat is wel een hele, hele treurige constatering. Is dat een makkelijke vergelijking van mij? Die gek nee, 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 dat vind ik eigenlijk net. Ik, ik vind, we hebben uh, het strafjocht en oren. Uh, we hebben misschien ook uh, onderwijs en opvoeding en uh, dat soort uh, van zaken om uh, meestal bij de maats maatschappij te horen. En uh, wat uh, mijn naam, naamgenoot zei, ja. Nee, het is net. Uh, Sinds 9-11. Dat vind ik wel interessant dat jij dat zegt. Want uh, 9-11, ja. die Flirturen, dat is echt een hele flauwe grap, maar die kwamen net zomaar uit, uit de loft uh, vallen. Dat die uh, daar, daar decennia van uh, onderdrukking en uh, neocolonialisme aan, uh, aan vrouwen. En ik ga uh, op de dag dat die uh, uh, 9-11. Uh, uh, en voor die ben ik hier in Lauwens, doe ik nog uh, gewoon verslagjouwen. Dan ben ik de stit op begin. En heb ik. Uh, nou, ik ben altijd benijd. Wat is de orenkant van dit verhaal? Hè? Ja. Of, we, we, en dan dus had ik uh, mij een Egyptenaar. Een shawarmazaak, een cliché. Maar uh, de, de onvermijdelijke taxichauffeur. Uh, en die kon ook heel goed uitlezen. Ja, hoor eens even. Ik kan dit, net, dit is net goed, maar ik kan het wel begripen. En uh, uh, want dat komt uit uh, de olie die uh, voor de Amerikanen uh, wichtig is, repressie in tal van landen uh, gesteund door Amerika. Mm. Ja, yeah. dan dan kun je een reactie verwachten. Ik, ik zeg ook de laatste wijze die je zult beweren dat Amerika bekendst tot een hele succesvolle boetloos uh, beleid, liet <laughs> <laughs> dat even duidelijk wijzen. Mm. Maar het feit natuurlijk wordt dat hier in Nederland dat we wel een integratieprobleem ha. En eigenlijk ja, dat, iedereen, dat wil Tatiana. Maar de vraag is even: ja, dan ben je natuurlijk geen makkelijke oplossing. Uh, in, uh, ja, in jouw is het zoals in Amsterdam. In Amsterdam hebben we daar in naai maar Osdorp en daar een ghetto gecreëerd. Er is een schrijnend schrijn gebrek aan, uh, aan een rolmodel voor de jeugd. Uh, de misdaad die lonkt, Het kist heel snel heel veel jilt Um, en ja, ik vind islam, die stond is net echt bekend als een hele uh, uh, tolerante religie en die zou eigenlijk ook nog moderniseren moeten. En dat kon gewoon te traag en ja. dat zwaar het van een hele hoop ellende. Maar, is uh, het een uh, dan... Islamprobleem? Nee, maar om even oh, erop ja, in te gaan. He, uh, goud zou het neerontdekken van uh, 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 problemen met, met de jeugd. Uh, de keer samen aan drugs komen. Uh, al die zaken. Ja. Dus, uh, ik vind het dan te makkelijk om te zeggen. Ja, het is een structureel dat al je verkeerd doet. Pak je paspoort hou, en het loont niet. Nee, volgens mij. Je het een spade jipper en maar ze, wat is er nou een mijlcoronen hoorn? Het is alleen nog maar individualisme. We maken mij ook aan de slag, uh, het gezin. Uh, nou ja, dat de, is de, je de, 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 de partij dan mogelijk echt van. maar dan is het logisch, dat is de uitspraak. Maar het is al je individualisme. We kunnen samen bij drugs komen, de jeugd uh, leeft op stritten. Ja, dan is het echt net verwonderlijk of het nou een autochton of een allochton is. Dan, dan is het net verwonderlijk dat dit gebeurt. En volgens mij laten we investeren. Uh, in de gemeenschap. In, in Friesland, mooi de mienskip. Maar we moeten investeren, mij ook hoor. Hmm. En net uh, alleen nog steeds, nou ja, dat, ik vind het gewoon te makkelijk. Ja, de, de, de discussie is natuurlijk een onderleding van de rellen. Nou, in de week in, uh, ja. in uh, Amsterdam. Dat hebben we maar net neemt. Tussen uh, onder andere Ajax en de Israëlische ploeg Maccabi Tel Aviv. Het kwam vijf vier gewonnen, 62 onderhoudingen. Morgenmaster Femke, Helsema, Splitzoon. Een zwarte nacht. Um, is er uh, een, een onderlissend probleem voor Israël? Ja, dat denk ik wel. Uh, uh, Wat dan? Nou, ik denk wel dat met uh, we name de uh, oorlog in Gaza en uh, de problematiek in Israël, ja. dat, dat dat hier aan de, ten grondslag leidt. Ja, en hoe uh, groot, is dan het anti-Palestina sentiment in Nederland? Nou ja, dat zit volgens mij in een uh, extreem links en extreem rechts hoek. Is, denk ik wel die sentimenten fine. Uh, maar als sociaal juist onder, onder bepaalde jongeren maar een islamitische achtergrond, dan is dat dan is dat sentiment vrij uh, vrij onwezig. en uh, dat, dat vertaalt zich in al je demonstraties en in sit-ins en uh, nou geesten met tro. Gaat het nou net over antisemitisme? En wat ik zei, hoe groot is het anti-Palestina sentiment? Oh, het anti-Palestina mm. sentiment? Oh, sorry, dan heb ik het een verkeerd begrepen. dat? Is wel grappig, ja, dat ik grappig. Ja, oh ja, ah, nee. En het grappig is, het. nou ja, dat is misschien helemaal niet grappig. Nee, nou, nee. nee. Oh, uh, is grappig. Het grappig. Dat gebeurt natuurlijk wel momenteel ja. in Nederland: dat het meer geert door het antisemitisme. Terwijl misschien ik wel geermaat door het anti-Palestina sentiment. Oh. Ja. Of, of Jostou ja. dat helemaal net zei? Ja, nou ja, de kibi, uh, wat mij betreft, wil ook praten. Maar ik weet oh, net hoe erg dat is. Nee, maar ik weet even net wat de cijfers is daar van Of zo. ik ga net idee, ik zie net dat als ik nou een Nederlander, een dan ga ik net het idee dat er een heel groot anti-Palestina-sentiment heerst. Dus ik weet net waar hoe nou op ziek bent, Maar ik, ik kan die net helemaal volgen. Jimbo? Nou, in de, in, de, in, de, in, de, in de bredere zin begreep ik wel van ja, uh, de haast pro-Palestina en 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 het. Discussie over uh, Israël. Misschien mag je het moslim sentiment. Misschien Dat weet ik net. Uh, ik, ik vind gewoon. Uh... Ikzelf, gaat zwaar. Oh. Oh, ja, oh, het gaat direct weer om, om alle partijen. Ik, 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 ik vind het heel helder. Alle vormen van discriminatie over hoe dat echt plakt, vindt, we gewoon net wan. Nee. Uh, en, en het lijkt er wel op zijn en dan dat het weer vrede, dat, dat, dat verdwint wat. Want we beginnen alleen nog maar steeds van ja, die dat verkeerd, die dat verkeerd. Waar leidt nou de oplossing. Mm -hmm. uh, ja Alle vormen van discriminatie en de Boppen dat antisemitisme, dat ging gewoon absoluut net. Ik denk dat ik een hele gevoelige snaar is. Uh, dat witten we al jaren uit het verleden. Uh, en, die, en die beelden, ja, die dogen nu al een jaar uh, zeer en pijn. Uh, en daar mag er wel een oplossing mee mij ook over betekenen. En daar mag voor mij ook gewoon importeren. Ja, importeren, dat budget dat uh, ik hoor, dik schoof zijn nog. Uh, ik wil de uh, minister-president uh, wezen van alle Nederlanders. Ja. En benammen op dit punt is het natuurlijk heel uh, 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 verkeerd gong. Uh, Onvoorwaardelijke steun aan Israël. Ja, en hier na uh, zo'n oktober, uh, ben daar toch wel wat vragen hoe uh, te stellen. En uh, op geen enkele wijze dat benemen en alleen nog maar, uh, wij beschermen de uh, de van de Joodse afkomst in ons land. Ik bedoel, dat, dat is rochte, Maar daar kies net waar van... Ja, maar er is uh, toch uh, helemaal geen moslimjacht? Ik bedoel, dat is, ik vind dat was zo'n totale onzin. We hebben eerlijk wijs naar nou, akkoord. Dat bestaat toch helemaal net in Nederland. Maar, uh, dat, dat wij wij zijn, Nou dat nou, is, in, is, wel is wel een, een lore die moslims haat. Wij iedereen is hier, iedereen mag komen, iedereen wordt echt geaccepteerd zolang als die Zolang als ik gewoon maar die, die ding dorst. En dat is, dat is een bijdrage levens van de maatschappij. En dat is tolerant. Je bent tegen kind, maar een religie, maar een seksuele vakkeur. Maar is er geen moslimhaat in tolerant Nederland? Richting maar is het geen moslimhaat in Nederland dan? Nee, dat leer ook net. Ik denk dat er vast misschien op hele, hele lietse schaal. dat er, dat er groepjes binnen die uh, onverdraagzaamheid tonen. En dat ik denk om, dat ik gewoon oppakken, maar. Ik had jou een miljoen er... mensen gestemd op de PV. Die ja. onder oorlog op ja. ja. minder arme ja. Marokkanen. Ja, maar ik ik vind dat wel ik vind dat no ambitie te vierkist. Pv is net net mijn partij. Uh, maar ik vind dat het vier de size van ja, het was jaar miljoen mensen... Ha, een hekel om moslims omdat ze PVV stemd hadden. Nee, oké. Okay, maar wat zou je dan precies? Nou, Omdat <laughs> de PV natuurlijk volstit van de Partij van migratie uh, Uitspraken dienen hoe ja. minder Marokkanen in Nederland. En Zakker nog wel een hele rietje opnemen. Dus het zal wel oh, wel. Ah, ik wil dat ik in haar nemen, maar nee. het natuurlijk wel een agendapunt werd waar die PV en een keuzes werd om op die partij te stemmen. Dat ik, is toch ook ik, ik net ontkennen. Nee, ik zeg de, dat hele minder minder. Uitspraken is natuurlijk niet van de bekendste. Maar maar dat is volgens mij heel lang lean. En uh, volgens mij had uh, Chris Janssen, uh, de staatssecretaris, eigenlijk ja. wel trijen ja. kriegen van nou dat dat maakt wie maar net werd zei ze. Vind ik helemaal terug. Hm. Um, en uh, ja, PV is kreeks overigens Ja in twintig. We zijn heel kritisch. Uh, op de instroom die je binnenkomt, want het is gewoon net meer te balwerken. Hè? Qua, net qua huizen, net, net qua je sociale stelsel, je verzorgingsstaat, god er helemaal on. Wij krijgen, vorig jaar wij 40.000 mensen binnenkrijgen. Denemarken, 2400. Nou, okay. ik denk dat wij daar naar moeten. Ik zou je graag nog een heel lang moeten opraten, maar well. ik mag toch yeah. naar het volgende onderwerp. Is dat goed? Ja, ja, ja. zeker. Dank je wel. In het kabinet jouwer uh, kwam de slogan... Elke regio telt van het eerst naar voren. Um, even een snel roetje bij hem alle treinen. Um, elke regio telt echt mooi in Den Haag. Ja of nee, Mathijs Vries? Uh, ja. Ja of nee? Hè? Uh, nee. Goudswaard? Nee, nee. Elke regio telt echt mooi in Den Haag, Mathijs Vries, de deputy Rio zijn. Ja, waarom eigenlijk? Nou, Omdat als ik in Den Haag ben en ik praat met alle Kamerleden van uh, alle, alle uh, plumage, alle partijen, dan uh, weet ik wel zeker uh, dat dat draagvlak er is voor elke regio. Alleen de dus Just wall, en daarom wie ik, ik bij de eerste uh, uh, stelling, sinds uh, ik ben vermoeid van die, van die stelling, uh, elke regio telt, zei ik ja. Het gaat erom dat, dat dit kabinet. Uh, die, die, die term heel, heel, een heel soort brukt. Oké, okay, wat zul je dan. Uh, maar uh, 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 waarom hou ik, uh, denk ik, van ja, stoppen met mij? Is dat omdat het. Dan het ik levering? Ja, en, en, en dat leveren, daar hak ik een probleem mee. Ja, precies. Dus ja. ik zeg in de kermen bij een heel soort keermeleden, die komen echt uit de regio, dat, dat is echt heel wichtig. Dat zeg ik nou echt uh, dag, dagelijks. Uh, is, die, is dat belangrijk absoluut? Alleen in het kabinet, vind ik wel, ja, hier, er wel levering. En, en, en daar had ik wel moeite mee. Is er iets waarvan je nou zegt, nou mooi, dat gaan ze leveren? Nou ja, de midverkenning Amelon, hè, daar hebben we het secret toe. Hoor, dat is wel een fabbeeld ja. van. Oké, okay, daar ben wij wie is mij dat dat, dat, dat het nou slag is. Maar er zitten natuurlijk gewoon een heel aantal projecten. En dan zeg ik even naar mijn eigen portefeuille op infrastructuur. Ja. Daar rint het gewoon net. Lederlinge, dan ja. hebben we de Lelynen, dan, ja. dan hebben we door de Neder-Saxelijn, ja. dan hebben we door de sluis bij de Zonne dan hebben we door de Friese bregen, dan hebben we het door de Dan neem ik alleen nog maar even vier infrastructurele projecten. Dan hebben we echt nog een heel aantal dossiers Ja, daar is het gewoon heel ingewikkeld om mij. Uh, dit uh, regeer uh, tot een urine te komen. En uh, ik begreep het aan de ene kant echt wel. Want uh, op het ministerie van INW hadden ze wel grote ambities, maar er is fissend te min jeeld. Dus dan krijgen we echt deze situatie. Dit is net alleen nog voor Friesland. Ik ga ook een pt deze week mij de Oren-Olve-Deputtieren uh, Infrastructuur in Nederland. Exact hetzelfde. De ik het ook lezen in die brief die naar de kamer gaat. Het binnen al je procesafspraken. Dit Riek uh, en dit kabinet maakt tot. Uh, tot, tot besluiten komen. En het is wel aan u, en als bestuurders van Friesland, maar ek onze steerteleden en Kermeleden, om dus deze uh, ministers te ontjuren van het belang van, de, van de, de projecten in de regio. Slag het op dat? <laughs> Nou, dat dat we ons best waar. Ja. En uh, een van die afbeelden wat succesvol is, is dan wel die, die verkenning naar Amelon. Want dat, dat wie ik net even in uh, even, uh, een op INSA had, oké, dat dobbelen we dus, even. En dan die... luistert laat ik wil heel leeg. Ja, dat is ja. nee, de me Want is de Fries van Kornwellen. Wanneer krijgen we die nou? Nou ja, als je. is uh, spoorbregen bij uh... Van Haringsmaakkanaal, Jernalien <laughs> Thijssenheijn en ook God Wennertro. Nou, ja. nee, dit wordt toch. Als het er nu leidt, waar het op zit, is natuurlijk Ian. Dit kabinet maar besluiten nemen, maar is te min je. Uh, Twaalf, we, we hadden enorme kostenstijgingen uh, bij alle infrastructurele projecten. We hadden stikstofproblematiek, mm -hmm. we hadden de uh, oorlog in Oekraïne, we hadden COVID-19. Dus ja. alle zaken die binnen alleen nog maar prijsverhegend. Uh, mm -hmm. En dan begrijpen we echt wel dat, dat dit kabinet besluiten neemt. Dus wat. is het logisch dat de regio wat minder belangrijk wordt? Nee, de regio is heel wichtig. Alleen, uh, hoe maakt u mij ook die uitwaging... zodat echt projecten die heel wichtig binnen voor u als provincie, ik Ja, En daar mat wij met de uh, regering praten. Hoe is dat dan uh, dan? Wat, wat? Nou, als je uh, wat een noodplak vindt, uh, dat is in van ja, Dat, het, dat RIEK zegt, ja, maar wat wil de regio eigenlijk mij betellen? En, en dat is een uh, nieuwe uh, geste van dit kabinet. Wat wil de regio mij betellen? Ja, nee, uh, het is een project vanuit het RIEK ja. en we willen dat heel graag. Um, maar dat, dat betreft budget uh, bij de Sloers van Kornwedersoorn, daar zitten wij te Gerren, mijn ondernemers, mijn provincie Flevoland, uh, Uriçel, uh, ja. Urk, Kampen, Meppel, al die gemeenten, Door-Mijn, Zuidwest-Friesland, betel je bijna 84 miljoen. Hmm. Nou, dat, dat zeg ik net op oren plakken in het loon. Het is aan u om dat te vertellen aan de minister, maar uiteindelijk moet de minister dat besluit nemen. Ja, hoe dat uh, Matthijs Vries? Uh, <laughs> gaat? Ja, het ik ben net bij... Ja, hij, hij had zich Jij ja, in de stedenzeel. Oh. Ja, dat doet er heel kwees. Maar ik weet alleen net wat... <laughs> Gelukkig. Ja. <laughs> ja, ja, ja. al om dit te Ja, Ja, ja. ja. Maar ik ben er net bij bij zijn gesprekken met het ministerie, nee. Maar de Nee, onder andere streep je dat om natuurlijk eventjes. Onder andere streepje nou, dit, dit had ze nou, vooral nou onderaan streep ik denk ze willen maar een glimlach ontvong en heel ja we iets jongens glimlach ja glimlach en hij biedt er net bij dus hij stelt tegen want ik ben er net bij maar het is wel maar nee maar wij krijgen steeds die alles is te duur alles is te duur en wij friezen met een extra krekkes maar de lijn dan is ze van ja dit kost volle ja ben wij dat wel waard dan of zij? ik bedoel dat hele uh, dat, dat, dat vind ik een beetje bekrompen. En dat vader helpt vader natuurlijk teken. echt net dat, mooi dat BBB investeert. Die, die zit volgens mij helemaal net zat te springen om die lege lijn. Dus <laughs> er is echt wat verdeeld hier in het college. Een uh, beetje kleine huis op de prairie mentaliteit. Dat alles gewoon maar vrij Lieds. Uh, Bleu, Ja, daar kom je echt net echt de mee. Dus um, dat zou net helpen in de slag krijgt in Den Haag natuurlijk. Nee, je beschreeuwde nou, natuurlijk de... ook een soort van de in, ja. in de, de Leerlandse kranten. Heb uh, het idee dat in Den Haag de regio wat nou, de, de INE regio misschien wat meer dan de oren. En uh, ik denk net dat wij Bob Friesland? aan het Friesland uh, Friesland net Bob aan het liefje. Nee, nee wel, wel net. Nee. Nou, ik denk dat dat uh, uh, we hebben Grutte weenschen en het uh, weenschen uh, En nou, wat, wat partij zei, dat kost een, een soort yield. Ja, en uh, dit kabinet uh, dat zocht ek, uh, naar een soort oren dingen. En die had uh, net mij dan. Doch werd de reflex van ja, maar hier werden net zo volle meesten, net zo volle kiezers. En dan kunnen we het heel beter in oren landsdelen stekken. En ik vind dat Matthijs het hier echt geweldig docht, dat hij zo beleefd bloeit. En ik denk dat hij echt wel. maar applaus Ja, dat zien veters wel eens een sprongen binnen. Doet hij Uiten Haag kamer? Dat zullen net zezen. Maar dat is een bestuurder. Het is een bestuurder. Daarom want oh, gaat het om oh mij dus dan moet yep. ik direct maar even op reageren ja. nee, sure, wij wij, eh, eh, en, en, en allereerst nog even op, uh, op Goud, want dat is natuurlijk een mooi frame van ah, de BBB in, uh, in de Staten. Die wollen het al je net. Volgens mij hebben we gewoon een heel krees bestuursakkoord. Maar en, en, ja, ja. ook ah, de BWB's zijn, wij willen echt heel graag, dat zie ik nog in de loute kranten overigens, van. Hey, wij willen echt graag die midverkenning. Wa, maar het liep er echt wel zo nauw en dan op dat net een kritisch was op zo'n infrastructureel project, maar zijn omvang. Volgens mij is dat helemaal prima dat INEC kritisch was. Dat matwerk wezen en de, de Statenmaten heel nauw kritisch was. Want uh, hè, dat, oors dan wordt het een... Uh, nou, dan wordt het net gezelliger om, maar had Maarten net niks met te doen in de steden. <laughs> maar als je dus, komt van euh, dus, dus, dus dat is Ian. Uh, dus het college, dit dat, dat, dat rent gewoon. Zij, op het moment dat wij uh, in Den Haag komen, van de Lelylijn en van ja. de Neder-Sakslijn, want dat is voor u Ian Stik. Dat is van het noorden, van Grijns, uh, Friesland, Flevoland en Drenthe, Blank. dat horen mij ook Dat is gewoon Blank. heel wichtig. En als er nou in het Haarlin-akkoord van dit regio is, dit... Ja, wij willen uh, verder mijn de lijn en naar de neder Begin Ik beginnen bij de onlis ingreens. Dat zit dan en dan ver, vervolgens zit in het uitgewerkte programma zit het nogmaals. En dan neemt in de troonrede echt nog een keer expliciet de neder lijn. En als iedereen dat iedereen de roer in is, dat al die rapporten die je nou lezen, van ja, dat is echt, dat is verdwanden, we weten genoeg, het is van meerwaarde. Uh, Rijksadviseurs, iedereen zei het, dan vind ik. Dan maast ex als staatssecretaris van INW. We dogen nou gewoon die vier, de volgende stap. Want wij wieden net in Den Haag. Waarom net? Wij wieden net in Den Haag om te zeggen: wij willen nou 14 nee. miljard. Maar we hebben dus nee, een vraag verkenning? Nou, dat lijkt erom dat het ministerie van INW. zichzelf een uitspraak op lijn had. En dat is bij zijn uh, verkenning Nou, hebben we het weer? Ja, hè? He? leuk, ja. Die laten zich op procent van de financiering van zo'n project. Dat is heel normaal, want bij een bregen of een aquaduct ja. of wat dan ook... is het echt wel logisch. Want anders zei het iedereen: Nou, ik wil dit. Nou, dan je met verkenning. Dan is er helemaal totaal geen yield. Is de hele gemeenschap wet nee. Nee. Ja. Maar dit is SAN, dusdanig project. Hm. Daarvan, kan het ministerie van INW zelf, zezen. Dat hoeft net INO-ministerie en net van de minister van Financiën nooit te oordelen. was nee. zezen. Nee. En nou, we het een keer oors. Ja. Dat ja, en, dat, en dat wol op dit moment is het kabinet nog net saffier Dat ze dat, uh, dat, dat woonwollen. Ja, en dat is gewoon, daar ben wij zeer teleurgesteld. We mm. gaan eigenlijk net een oerke praten, we gaan daar langer zitten, dat weet drieën. Mm. Uh, dat gaan wij zijn en uh, we zijn echt daar teleurgesteld. Uh. Aan de orenkant hebben we een afspraak. Voor het uh, Christreces uh, zitten we op een elkaar op het ministerie van INW in Den Haag. Dus wij zijn heel benijd waar het uh, regeer mee komt. Ben uh, ja, ben op de Venoer, ja. Ja, wie zal het vrienden, in... noemen thuis de Vries? Ja, nou wie blur we wel... om kritisch volgen. En het ja. is wel kritisch volgen. Het is natuurlijk vol de vraag of dat verteerder dan wordt Want Ik zal even niet meer herinneren. Zit dat? Zit dat, kabin, zit dat kabinet? er nog? Het kabinet zit er nog. Ja, maar nou, ik, al, ik al is het, het de demissionair. De, ik is het demissionair, dan zitten we direct. Want ja, dat weet ik zeker. Ja, uh, wij willen daarop praten. En nou ja, een orenoptie. Uh, 24 november is, de, is het nota-oerlies uh, van de Kamer. Het debat in de Tweede Kamer. Ja. Uh, BBB en NSC. Uh, zitten in het kabinet en stellen Judith echt nog weer op een nice schriftelijke vragen over neder de en Lelylijn onder uh, on de minister en de Er is de nog meer. Nou, dus. Dat is een mooi. Er dus, Had uh, nou een zaak. En 20 in de keer maar echt nog even een ja. ontsluit, dan uh, wordt de coalitie alleen nog maar grutter ja, 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 voor, uh, ja, oh, voor dat het verkennen. Finen we elkaar hier weer om tafel. Uh, dit weer de Friske Week. Hè? shotje. Dat is snelvignet. Daar ga je wel van maken. Ja, ik toch weet je nog, weet je nog praten voor die rode knop? Maar die is je net. Ja, ik toch? Ik krijg Het echt Als spannen, zit je Sander van der Heide op. Dat is de stoel van die. Ja. Is nog een vraag voor? hem. Ja, ja. Wat vindt er eigenlijk van de uitspraak van Geert van Thunen? dat er waarom komt als assistent. Wat net wie je weet. Hey. Dat vind ik wel een mooie vraag. We nemen hem mee, Hoe Ja, zeker. Hoe Frieske je aan de Eh nou, uh, Moorn uh, gaan we naar de sport van, uh, van mijn dochter staan. Maar Snijn uh, ging ik naar de nationale herdenking van verkeersslachtoffers in Zwolle. Uh, dat is, uh, denk ik, heel wichtig om bij ja. ons te wezen. Um, dus dat doe ik um, wij maten ook. Wij matten da Dat is echt een hele grote uitdaging. Waar we mij ook koor in het loon met ons onderslag matten. Ja. Kisten te volle uh, ongelokken mij deerlijke Oueroen. Ja. Uh, ek in Friesland. Dus Snijn uh, ging ik daarheen. En uh, ik denk dat dat heel wichtig is om als Frieslander fietsje te wezen. Heel goed. Pennenwaard Haar de uit de rond, hoe short je week aan de Rust? Uh, nou, ik zal eerst even zien of ik uh, van de Joen vrij ha dat ik een commentaar uh, op Nijs trouwem wat. <laughs> uh, dat uh, voor uh, van de Joen En morgen heb uh, ik uh, dansles uh, bij, uh, in de synagoge bij Zakenveld. Ik ja, uh, je daar beelden van? Nee, gelukkig net. <laughs> dat wil ik echt graag zo horen. Uh, ik stuur een heer op, je maar. Ja, <laughs> ja oké. Okay. Ja, ja. Ja, en uh, uh, Stijn had een uh, wienproeverij, dus... Uh, o, oh, kom uh, oh, maar. O, douché en wien, dat klinkt... Ja. Uh, ja. 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 Kun je ja. daardoor doorheen? Nou, ik weet de net Maar ik, zeggen, ik kan zei ik ken Joen eigenlijk uh, gewoon even een Joensie, maar mijn vrouw erop brengen. dat is de hele week net lukt. Ah. Hm. We steeds baarden om een vergadering. Zij zitten in de gemeente hier, Ja, ze ja. ja, zitten ja. in de gemeente, je baarden, begrotingshoorn. Ja. Dus we gaan nou eindelijk een Joensie, maar 12. Daar heb ik wel heel erg zin in. Mater Goudswaard, hartstikke bedankt dat het je hetzelfde hield voor uh, Matthijs Vries. Ja, graag, ja. En ik van uh, Maarten Pennewaard. Bedankt. kom dat je nog een keer komen wonen. Dit hier, de Frieske Wieken. Volgende week is er weer een nieuwe Frieske Wieken.